afgehakt, maar dat was een stuk van de clip. Heel mooi. Het hoorde bij dit beeld van Edgar DK. Daar stond je bij, hè, vandaag. Edgar DK. Het is een danseres. Petite danseuse de 14 ans. Cheryl X, jij kent dit beeld natuurlijk. Kwam het tot leven? Ik zag haar letterlijk door de zaal dansen. En ik vind het ook zo mooi dat het met intervallen gaat. Dus dat je haar weer stil ziet staan en weer op gang ziet komen. En ik heb echt de beleving gehad dat er ineens een danseresje uit haar vitrine stapte. Zoals het ook altijd gaat als je in het museum het licht uitdoet en 's avonds naar huis gaat. En dan gebeurt dat ook, maar nu hebben we het een keer mogen meemaken. Heel mooi. Ja, heel mooi. Ja. Was het een soort, kom even iets dichterbij. Was het een ode aan die danseres? Moeten we het zo zien? Het was een ode aan de danseres. Want ik vind het gewoon stoer wijf. Voor 14 jaar die dan danseres wil worden en ja, er beroep van maakt. En het is een harde baan, het hard werken. En zeker in die tijd was het eigenlijk misschien wel dat dom om danseres te worden. En dat doet ze dan maar toch. Ja, het is ook een ode, maar het is ook haar zijn leven willen bedingen eigenlijk. Het was een mooie akoestiek daar, hè, die zaal. Prachtig, ja. Klonk heel goed. Ja. Dus voortaan ga je altijd bij het beeld muziek? Mag, vaker. Ja, leuk hoor. Leuk. Succes! Anna van Schothorst.